We gaan beginnen met het webinar Gezond Ouder Worden. Hoe kom je tot een inclusieve aanpak binnen Gala SPUC? Thema valpreventie. Hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Anneke Hiemsta. Ik ben adviseur in het programma Gezond In. En samen met mijn collega vanuit het programma Ouderen, Jennifer van den Broeke, en nog vele andere collega's organiseren wij dit webinar. En we vinden het ook heel leuk om dit samen te doen met een aantal partners, webinar. En ik ga ze nu even kort noemen met wie wij dit samen organiseren. Dat is als eerste Elvera Over de Vest, werkzaam bij Veiligheids.nl. Nicole van Winden, gemeente Rotterdam. Nancy Albers, GGD Gelderland-Zuid. En Saskia de Velde vanuit de Hogeschool Utrecht. Zij zullen zichzelf nader voorstellen als zij hun presentatie geven of als ze aan een vraaggesprek met hen beginnen. Maar allereerst begin ik even met een aantal huishoudelijke mededelingen. Voor dit webinar worden opnames gemaakt om achteraf te kunnen delen met de mensen die helaas niet hebben kunnen aansluiten. Dan weet u dat. We hebben al in de sheet gezet dat graag de microfoon zoveel mogelijk uit worden gezet. U mag zelf bepalen of u uw camera uit of aan wilt houden. En we vragen u om ook alle vragen die je hebt in de chat te zetten. Tijdens de presentatie willen we zoveel mogelijk de presentatie behandelen zoals die is. En dan na de presentatie of na het vraaggesprek is er ruimte om de vragen uit de chat te kunnen stellen. Mijn collega Karima Bazzi is vandaag aanwezig die de moderator zal zijn van de chat. Zij zal ook vragen inbrengen in het plenaire stuk aan de sprekers. En het doel van dit webinar vandaag. Wij willen jullie heel graag inspiratie en handelingsperspectieven meegeven. Hoe je nou tot een inclusieve aanpak binnen Gala SPUC kan komen op het thema valpreventie. Wij vanuit Gezond In spreken we heel vaak gemeenten, wekelijks gemeenten, die aan de slag zijn om het Gala SPUC plan te maken, plan van aanpak. En zeker op het thema valpreventie hebben lang nog niet alle gemeenten goed in de smissen. Hoe moeten we dat nou goed organiseren met elkaar? En hoe doe je dat nou op een inclusieve manier, zodat je ook mensen in sociaal-economisch kwetsbare posities goed kunt bereiken en betrekken in je aanpak. Nou, dat is de essentie van vandaag, om jullie daarover nader te informeren. En wij beseffen ons allemaal, dat is geen blauwdruk. Het is geen one size fits all. Het is zo afhankelijk van welke type mensen en welke inwoners heb je in welke gemeente werken, welke cultuur is daar leidend, et cetera. Dus ik hoop dat jullie daarmee ook te voldoen aan jullie verwachtingen. Dus ik wil ook aan jullie de vraag terugstellen. En in de chat staat dat te beantwoorden. En de vraag is, waar hoop je op vandaag tijdens deze webinar van 1,5 uur? Zodat wij daar ook een beetje goed op kunnen inspelen met de sprekers, met het vraaggesprek dat we organiseren. Dus ik zou jullie willen vragen om in de chat te delen waar je op hoopt vandaag. Mag kort en bondig. En dan kijken we of we daar ook een goede match mee hebben. Ik hoop dat het lukt om iets in de chat. Er zijn al wat reacties, Anneke. Ja, Karima, wil je wat delen? Ja, concrete voorbeelden en suggesties. Dat was de eerste reactie. Even kijken. Inspiratie en mooie voorbeelden. Dus dat is een beetje in lijn met wat we zagen. Handvatten voor het bereiken van kwetsbare inwoners. Nog meer voorbeelden. Tips voor een goede opzet, juist ook in samenwerking met de zorg. En tips voor plannen van aanpak. Dus dat is een... Ja. Handvatten voor samenwerking zie ik ook nog verschijnen. Ja. En ik zag ook nog een vraag op niveau van de SPUC-verdeling. Hoe wij het nu hebben ingedeeld in dit webinar, dan ga ik gelijk even door met het programma. Is dat wij jullie eerst meenemen in een korte presentatie vanuit VAROS.
En daarin ook een beetje schetsen wat weten, wat leeft er onder de groep ouderen. En hoe kan de opgave van gezond en vitaal ouder worden, met name ook thema valpreventie, een plek krijgen in de SPUC. Hoe kijken wij daarna? En daarna zal Veiligheid NL in samenwerking met de gemeente Rotterdam resultaat uit het onderzoek thuis onbezorgd mobiel, TOM, programma presenteren, hoe zij dat beter geschikt konden maken voor mensen in de lage sociaal-economische positie. En de gemeente Rotterdam zal daarna ook nog aanvullen hoe zij een koppeling met dat programma en met hun valpreventieaanpak in hun beleid maken. En ook in Gala SPUC. En vervolgens is er ruimte voor vragen uit het publiek. En het tweede deel zal, het derde deel zal bestaan uit het vraaggesprek met GGD Gelderland Zuid en de Hogeschool Utrecht. Over wat zijn nou werkzame elementen voor een inclusieve valpreventieaanpak. Vanuit de valpreventie implementatiestudie heeft Hogeschool Utrecht heel veel gegevens opgehaald. Van wat werkt, wat niet werkt, wat leeft er onder inderdaad de groep ouderen. En wat betreft valpreventie. Dus daar zal ook heel veel informatie uitkomen. Hopelijk. En ook hopelijk veel tips voor jullie. Daarna is er ook gelegenheid voor jullie om vragen te stellen en om een vraaggesprek te organiseren van wat nou voor het vervolg op het level van hoe goed aan te sluiten op de leefwereld van de ouderen, hoe de valpreventieaanpak passend te maken voor verschillende groepen en hoe dit te borgen in het Gala SPUC plan en ook in het reguliere beleid, gemeentelijk beleid. Dus die drie niveaus willen we daar zeker nog een keer op terugpakken. Ik ben aan het einde gekomen van de presentatie. Karima, zijn er nog relevante toevoegingen vanuit de chat gekomen inmiddels op de behoeften? Excuus, ik moest even mijn microfoon aanzetten. De verbinding met GLI en welzijn op recept, ook nog de integrale aanpak. Dus ook op die thema's, ik weet niet of wij daar vandaag aan toe zullen komen, maar het is wel een interessante vraag. Ja. En een vraag over hoe de combinatiefunctionarissen ingezet kunnen worden voor dit programma. En wat de status is van de integratie van het valpreventieaanbod bij de zorgverzekeraars. Dus dat is ook een hele specifieke vraag. Oké. Wellicht kunnen alle sprekers en degene die wij in het vraaggesprek gaan bevragen hier misschien ook over nadenken. Hoe zij dat in hun eigen regio, in hun situatie of landelijk gezien, hoe dat wordt opgepakt. We nemen ze mee. Dankjewel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan mijn collega Jennifer van den Broeke. Met over de presentatie vanuit VAROS. Dankjewel. Erg leuk dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Mijn naam is Jennifer van den Broeke en ik ben senior projectleider binnen het programma Gezond en Vitaal Ouder Worden. En ik wil jullie graag meenemen in die wereld van de ouderen waar we het nu over hebben. Dus ik zal kort schetsen wat belangrijk is om mee te nemen, met name over ouderen die leven in sociaal-economisch kwetsbare posities. Je mag door naar de volgende slide, Anneke. Dankjewel. Want we zien dat er grote verschillen zijn bij mensen. En we zien dat mensen met enkel basisonderwijs of VMBO-onderwijs al veel eerder overlijden, namelijk gemiddeld rond hun 80ste. Voor mannen is dat 77 jaar en vrouwen 81 jaar. En deze mensen ervaren hun gezondheid ook als minder goed, al ruim voor hun 65ste, namelijk gemiddeld rond hun 57ste. Terwijl mensen die HBO of een universitaire opleiding hebben gehad, daarbij spelen gezondheidsklachten pas rond hun 72ste jaar. Dus dat is een groot verschil. We zien dan ook dat de gezondheidsdeterminanten in achterstandswijken een stuk nadeliger zijn. Dus mensen wonen vaak in wijken waar de woonomstandigheden slechter zijn, met schimmel op de muren, gehoorigheid, overlast op straat, luchtvervuiling. En mensen hebben ook vaker een opeenstapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. De meerderheid van deze ouderen die heeft te maken met meerdere chronische ziekten en sociaal-maatschappelijke problemen.
En we weten van mensen die meerdere chronische ziekten hebben, dat zij de zorg als heel versnipperd ervaren. Ze hebben dan vaak te maken met verschillende artsen en verschillende medische professionals. En die werken niet op elkaar afgestemd. Dus je krijgt dan dat je tegenstrijdige medische adviezen krijgt. Je moet je verhaal telkens opnieuw vertellen. En ook de afspraken worden één op één gemaakt, maar nooit efficiënt ingepland. Dus het kost ook veel tijd. We zien dat deze ouderen vaak hun vertrouwen in de zorg in de loop der jaren een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat komt omdat ze slechte ervaringen hebben gehad. En ook te maken hebben gehad met grote wisselingen van zorgverleners en andere professionals. Ook is de zorg heel complex geworden. Zelfs case managers dementie hoor ik erover dat zij al moeite hebben om hun weg te vinden. Nou, laat staan ouderen zelf. En al dit soort problemen die ik nu een beetje schets in de complexiteit, die hebben zij ook rondom wonen en financiën en het vinden van ondersteuning. Dus ouderen, als we het dan over valpreventie gaan hebben, die hebben er echt behoefte aan om als persoon gezien te worden. En dat er verder gekeken wordt naar wat er allemaal speelt. Want soms is het noodzakelijk om eerst andere problemen aan te pakken voordat er aan valpreventie toegekomen kan worden. Voordat mensen daarvoor openstaan. Dus door sociale, financiële of familieproblemen kunnen mensen ook weinig aandacht hebben voor hun gezondheid. En als dan iemand hen doorverwijst, vaak is dat de huisarts of een andere professional, en die heeft geen oog voor de verschillende problemen, dan kunnen de ouderen het ervaren alsof zij niet serieus genomen worden. En dit maakt hen ook wantrouwig richting valpreventie. De dingen die ik nu schets, en zometeen zal ik nog wat meer schetsen, daar haken eigenlijk ook de... Ik introduceer het nou een beetje onhandig. We krijgen straks, zoals Anneke al zei, Elvera van Veiligheid.nl aan het woord. En zij zal wat uitgebreider ingaan over de publicatie die Veiligheid.nl en VAROS samen hebben gemaakt. Over de werkzame elementen in valpreventie-interventies. Om juist deze ouderen te bedienen. Dus wat ik nu schets is erg even het probleem schetsen. En zij zal ook wat meer ingaan over waar je specifiek op in moet zetten. Nou, hebben we het dus over ouderen in achterstandswijken, maar ouderen ook in wat meer welvarende wijken kunnen te maken hebben met een aantal dingen die maken dat valpreventie niet zo vanzelfsprekend voor hen is. Dus een groot deel van de 65-plussers heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben om informatie te vinden over gezondheid. Maar als ze die gevonden hebben, vinden ze het ook soms lastig om te begrijpen hoe ze die informatie moeten toepassen. We hebben te maken met veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zo'n 2,5 miljoen mensen heeft daar grote moeite mee. En onder de 65-plussers is dat zelfs 1 op de 5. We weten ook inmiddels dat van de ouderen met weinig jaren opleiding minder dan de helft voldoende digitale basisvaardigheden heeft. En dan zien we ook dat er een toename is de komende jaren van het aantal ouderen met een migratieachtergrond. Dus we hebben nu ongeveer 500.000 65-plussers, dat is zo'n 14%. Maar al in 2050 is dat ruim verdubbeld naar meer dan 1 miljoen. En in de G4, daar weten we dat in 2030 ongeveer 1 op de 3 ouderen een geluid aanzetten. Jij bent op mute, Jennifer. Sorry. Ik was aan het zeggen dat ouderen met een migratieachtergrond geen homogene groep is. Mensen hebben verschillende opleidingen gehad, verschillende migratiegeschiedenissen, verschillende inkomstengroepen. Maar we zien wel dat veel ouderen met een migratieachtergrond ervaringen hebben met discriminatie. En dat zij leven in armoede, onder andere omdat hun AOW onvolledig is. Veel van deze ouderen die kunnen te maken krijgen met misverstanden over valpreventie-interventies. Zij weten bijvoorbeeld niet dat het voor hen bedoeld is. Ze kunnen zich zorgen maken. Mag je er iets... Sorry?
Oké. Zij kunnen zich zorgen maken om de kosten die er misschien aan verbonden zijn. Of de sportkleding en schoenen die nodig zijn, die zij zich niet kunnen veroorloven. Dus communicatie is echt een belangrijk element. Veel ouderen zijn ook niet gewend om mee te doen aan interventies. En het is veiliger om gewoon thuis te blijven en je in je comfortzone te verkeren. Dus als je daaruit wordt gehaald om mee te doen aan iets nieuws, ja, dan moet het ook wel, wel echt heel veel zijn. Dus misschien ook wel gezellig en dat je je daar prettig voelt. Ook zijn interventies vaak lastig om in te passen in het leven. Dus een oudere die op weg is naar een interventie, maar die gebeld wordt door de dochter of ze kan oppassen op de kleinkinderen omdat de dochter moet werken, ja, dan gaat de dochter voor. Dus dit zijn allemaal aspecten die in het leven van ouderen spelen en die soms wat lastiger aansluiten bij interventies die daar geboden worden. Mag ik naar de volgende slide? Te midden van dit alles werken professionals in de wijken. Professionals in zorg, professionals in welzijn, professionals in de publieke gezondheidszorg. En zij bouwen in de loop der jaren allerlei vaardigheden op, zodat ze juist goed in achterstandswijken de ouderen kunnen helpen. Maar in sommige gevallen kost dat heel veel werk. Dus als je een oudere hebt die al een hele trits aan zorgverleners gezien heeft, versleten heeft, wou ik bijna zeggen. Ja, wat moet je dan allemaal eigenlijk doen om iemands vertrouwen te winnen? Soms kost dat echt heel veel tijd en moeite. En als die vertrouwensrelatie er eenmaal is, dan is die ook best wel kwetsbaar. Want als jij als huisarts bijvoorbeeld een oudere doorverwijst naar een valpreventie-interventie. En de oudere komt daar en die interventie is heel anders dan de ouder had verwacht. Bijvoorbeeld de ouder had verwacht om te gaan sporten, maar dan wordt er gesproken over hoe het huis wordt ingericht op een veilige manier. Dan kan de ouderen dat de huisarts kwalijk nemen. Omdat die niet goed heeft gezien wat hij of zij nodig had. Het is dus belangrijk om te weten wat er allemaal in de wijk beschikbaar is. Maar voor veel professionals in achterstandswijken is het al zo hard werken. En heb je weinig tijd om met anderen te overleggen. Laat staan om je te verdiepen in wat al het andere aanbod precies is en hoe dat eruit ziet. Mag ik naar de volgende slide? Dus we zien dat professionals hard werken, maar het ook niet allemaal voor elkaar kunnen krijgen. En dit verschilt heel erg per wijk. Dus in sommige wijken lukt het wel. Daar hebben de zorgprofessionals, de welzijnsprofessionals en vanuit de publieke gezondheidszorg daar hard aan gewerkt om echt die persoon te zien. Dus niet alleen de ziekte, maar ook te zien wat er allemaal nog meer speelt, de sociale context. En ook breder te kijken dan alleen datgene waar je voor verantwoordelijk bent. Om coachende vaardigheden te ontwikkelen, zodat je echt iemand mee kunt nemen naar een interventie. Nou, ik heb even in vogelvlucht hier en daar wat geschetst wat er in wijken speelt, Anneke. Zou jij vanuit jouw perspectief van gemeentelijk advies je licht hierop willen schijnen? Ja, dankjewel Jennifer. Ik ga verder. Ben ik wel goed zonder Zoom te verstaan? Er zat een kleine Zoom, Jennifer, op jouw achtergrond geluid. Proberen we even aan te werken. Ondertussen ga ik door met de inhoud. Ik had al gezegd, ik ben strategisch adviseur. Ik spreek wekelijks met gemeenten over hoe zij de opgave van gezondheidsverschillen in hun gala spukplannen kunnen integreren. En ook mogelijk op regionaal niveau binnen de ISA-afspraken. Dus dat is meer beleidsmatig ingestoken. En dit deel van de presentatie zal daar ook meer over gaan. En wij proberen nu, ik probeer nu in 8 minuten ongeveer, jullie mee te nemen wat voor adviezen wij daar richting gemeenten over geven. En hoe gemeenten daar zelf nu mee omgaan als het gaat om het thema valpreventie. Maar eerst de kansen rondom Gala Spuk en het thema valpreventie. En gezond en vitaal ouder worden. Dat Gala en Spuk biedt de kansen om vanuit een brede blik aan de slag te gaan. We weten allemaal dat een samenhangende benadering van preventie, health in all policies en het liefst nog health equity in all policies, kom ik zo op terug. Nastrevenswaardig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. Want er spelen veel meer dingen in het leven van mensen een rol
dan alleen maar leefstijl of het ongezond leefstijlgedrag. Dus dit biedt kansen om dat integraal te doen. En bij ouderen specifiek gaat het natuurlijk over de opgave vitaal en gezond ouder worden. Daar speelt natuurlijk eenzaamheidsproblematiek ook een rol in. Of andere problemen die met vitaal en gezond ouder worden te maken hebben. Nou, Jennifer heeft daar natuurlijk vanuit het perspectief van de mensen zelf een breed kader in geschetst. Dus ga er specifiek kansen voor. Wat wij vanuit Gezond in ieder geval ook altijd zeggen. Stel het terugdringen van gezondheidsachterstanden centraal in je GALA-SPUC-plan. En zo ook in het thema gezond en vitaal ouder worden. En wat is dat nou precies? Wat wij adviseren aan gemeenten is zeggen van, kijk heel goed welke type ouder heb je in gemeente wonen. En ga ook, heb het lef en de durf om ongelijk daarop te investeren. De ene persoon heeft meer nodig om aan zijn of haar gezondheid te werken dan de andere persoon. Dus dat zal ook op niveau van de middelen die je investeert, op niveau van de aanpak die je hebt, betekenen dat je ongelijk te werk gaat. Verschillend voor verschillende groepen. Wij stellen daarbij altijd aan de gemeente een centrale vraag. En die vraag luidt, hebben we voldoende aandacht voor de impact van onze aanpak op de gezondheid van ouderen in een lage sociaal-economische positie en of migratieachtergrond? En hoe kunnen we hier voldoende rekening mee houden? En die valt uiteen in 4 subvragen. De eerste vraag is, hebben we de ouderen in een kwetsbare sociaal-economische positie goed in beeld? Nemen we de perspectieven en ervaringen van de doelgroep voldoende mee in de plannen? En hoe zorgen we dat onze plannen domeinoverstijgend vormgegeven worden? En hoe zorgen we voor toegang tot de aanpak voor alle ouderen? Dus dat is echt die basis goed op orde hebben. Nou, deze 4 vragen, subvragen, neem ik nu met jullie door. De eerste vraag. Hebben ze voldoende in beeld? Elvera zal daar zo ook nog even op terugkomen vanuit de toolkit die ze vanuit Veiligheid.nl hebben ontwikkeld. Maar onze adviezen zijn altijd, breng in ieder geval in kaart welke groepen goed in beeld zijn. En welke groepen nog minder goed in beeld zijn in je eigen gemeente of regio. En via welke ingangen zijn die groepen die nog minder goed in beeld zijn te bereiken? Sleutelfiguren binnen de wijk, verschillende groepen, gemeenschappen waar deze mensen wel met elkaar samenkomen, een migrantenorganisatie, etc. Het tweede advies is, ga na welke kennis binnen en buiten de gemeente aanwezig is over deze groepen, ouderen en de achterliggende oorzaken die zij ervaren. Dus problemen die er in de levens van de mensen spelen, waardoor die drempels zo groot kunnen zijn, zoals Jennifer het schetste. De tweede vraag, nemen we de perspectieven en ervaringen van de groep ouderen voldoende mee in de aanpakken en in de plannen? Wat wij daarover altijd tegen gemeenten zeggen van, maak een gerichte investering in de relatie met de ouderen zelf. Maak dat een integraal onderdeel van de aanpak en reserveer hiervoor budget. Doe dit als gemeente zelf of vanuit je opdrachtgeversrol richting zorg- en welzijnsorganisaties. Dus je kunt daar zelf op sturen, maar je kunt ook via je zorg- en welzijnsorganisaties erop sturen. Het is eigenlijk een soort van vak, een expertise, waar Jennifer net ook al op doelde. Sowieso in de directe communicatie met iemand, maar ook in het is echt een vak om via de juiste mensen contact te leggen en goed contact te maken en te houden en echt aan te sluiten op wat er nodig is. Zowel individueel als vanuit het hele netwerk. Investeer in behoud van het netwerk en bouwen van expertise. Nou, één voorbeeld die ik er even onder wil noemen. Ik weet niet of de gemeente Heerenveen er nu ook is. Maar die gaat om de migrantenouderen beter te bereiken. Die ze nu nog onvoldoende bereiken, sleutelpersonen trainen. En reserveert hiervoor ook apart budget op binnen de GALA-SPUC middelen. Dus dat is ook heel belangrijk voor de borging. En wat als het gaat om de domeinoverstijgende plannen op gezond en vitaal ouder worden? Vorig jaar hebben wij een advies mogen geven aan VWS onder andere, hoe het landelijke valpreventieprogramma in de gemeentelijke context goed kon worden geïmplementeerd, met name het preventieve stuk. En unaniem, alle gemeenten die we gesproken hebben in dat kader, die geven aan dat valpreventie het beste kan landen als onderdeel van een breder beleid, een breder thema. Dus gezond en vitaal ouder worden. Of algemene bewegingsstimulering, mentaal welbevinden, eenzaamheid. Dat noemden zij allemaal als bredere thema's
waar valpreventie heel goed een onderdeel van kan zijn. Het is natuurlijk wel goed om, als het gaat over het thema valpreventie, dat netwerkpartners expliciete afspraken met elkaar hierover maken, hoe ze aan dat valpreventiestuk gaan werken. Maar dit is wat gemeenten collectief aangeven. En zij geven ook aan, en dat was ook een van de vragen uit de chat, dat een koppeling met de brede regeling combinatiefunctionarissen heel belangrijk is. Hoe wordt de beweegmakelaar of hoe wordt de sportcoach, ingezet om die groep ouderen te bereiken in dat brede netwerk? Dat is heel goed om die koppeling als gemeente te maken. En ik denk ook wel dat dat in vele gemeenten gebeurt, dan wel voorbereid wordt. Ik hoor graag ook jullie ervaringen. En als laatste element, wat we ook altijd zeggen in die domeinoverstijgende plannen, is dat je ook als gemeente gerichte sturing richting je partners geeft, als je dat op die manier vormgeeft. Denk aan vier elementen van toegang, kom ik straks op terug. En dat ongelijk investeren, dat goed differentiëren, dus dat je niet voor iedere groep ouderen dezelfde strategie hebt, ook in de aanpak van valpreventie. En dat investeren, dat je die ervaringsperspectieven meeneemt. En tenslotte is nog van belang dat je natuurlijk ook goed zicht houdt van, doen we de dingen goed en doen we de goede dingen en bereiken we de juiste mensen in onze aanpak. Dus die inclusieve monitoring is ook altijd belangrijk om daarop te sturen en afspraken ook te maken met de partners. Nou, nu kom ik even op die elementen van toegang. Faros heeft een tijdje geleden onderzoek gedaan bij verzekerden van twee grote zorgverzekeraars. Waarom zij geen of weinig gebruik maakten van het collectiviteitsaanbod op het gebied van leefstijl en preventie. En uit die onderzoeken kwam naar voren dat zij heel veel belemmeringen ervoeren. En dat waren belemmeringen op het niveau van betaalbaarheid, beschikbaarheid, begrijpelijkheid en passendheid. Alvere zal straks in haar presentatie ook op deze elementen ingaan wat ze in Rotterdam tegenkwamen. Maar wat wij uit dat onderzoek bleek is dat als interventies, aanpakken, maar ook organisaties geen drempels hebben of weinig drempels hebben op het gebied van betaalbaarheid, dus dat het betaalbaar is, zelfs gratis is en dat er geen verborgen kosten nog in de aanpak zitten, dat het beschikbaar is op de gewenste momenten, maar ook dat de organisaties open zijn op de gewenste momenten en de bereikbaarheid ook goed geborgd is via een telefoonnummer bijvoorbeeld en niet allemaal digitaal. Dat mensen het ook goed kunnen lezen, dus de communicatie begrijpelijk is. En dat het passend ook is. Dat bijvoorbeeld ook op het gebied van locatie de aanpak op een plek is waarin mensen toch makkelijk er kunnen komen. En als laatste werd er nog een aantal belemmeringen op het niveau van de systeemwereld genoemd, waar mensen tegenaan liepen. Dus dat zijn hele belangrijke elementen van toegang. Op de volgende sheet staan ze nog een keer genoemd. Ik zal ze niet allemaal herhalen, maar dat is voor het nalezen. Ja, en wat we ook hebben gedaan als Faros, omdat je als gemeente ook vaak in een opdrachtgevende rol speelt, ook binnen Galen Spuk, hebben we er ook de checklist inclusief opdrachtgeverschap willen we nog een keer noemen. Hij staat hier als link ook in deze sheet benoemd. Dus als je als gemeente daar interesse in hebt van hoe doe ik dat nou inclusief, dat opdrachtgeverschap, dan heb je wellicht iets aan deze elementen in die checklist. En als laatste wil ik ook nog zeggen, als je het hebt over die elementen van toegang, kun je op het niveau van interventie zeggen van zorg dat die betaalbaar, beschikbaar, begrijpelijk en passend is. Maar je kunt ook zorgen dat alle partners die onderdeel uitmaken van dat netwerk rondom gezond en vitaal ouder worden, ook als organisatie op die element van toegang verbeteringen hebben doorgevoerd, zodat zij ook toegankelijk zijn. En dat noemen we de basis op orde voor iedereen. Ik heb hier nog even een kort overzicht van al die belemmeringen die werden benoemd uit dat onderzoek. Dan krijg je een beetje een beeld. Ik heb ze net ook al uitgelegd. En dit is om het thuis nog na te lezen. In verband met de tijd ga ik ze niet allemaal nog een keer herhalen. Als laatste wat ik nog aan wilde stippen, ik zei net al over die gezondheidsvaardige organisatie en die toegankelijke organisatie. Daarover hebben wij als Faros ook een publicatie en een tool ontwikkeld om te checken hoe gezondheidsvaardig mijn organisatie eigenlijk is. Dus je eigen organisatie, je kunt dat ook die check doen
voor je eigen organisatie. En dan zie je dat op de elementen aan de rechterkant worden vragen gesteld. En dan kun je kijken, hoe zit het eigenlijk met mijn begrijpelijkheid, begrijpelijke materialen, begrijpelijkheid van de digitale zorg, et cetera. Dus dat is ook mogelijk interessant om eens een keer naar goed naar te kijken. Ik ben nu op het eind gekomen van de presentatie vanuit VAROS. Ik zou graag nu het woord willen geven, als er verder geen vragen zijn, als eerste. Misschien kan ik Karim als eerste het woord geven. Zijn er vragen aan de orde gekomen in de chat, voordat we doorgaan naar het volgende onderdeel? Dankjewel Anneke. Er was een vraag gesteld over positieve gezondheid. Kun je positieve gezondheid nog als die gesprekstoel benutten of als onderdeel van het ophalen van het aanscherpen van je beeld? Ik heb daar al een antwoord op gegeven dat dat als een gesprekstoel zeker in te zetten is. Maar voor mensen in kwetsbare positie en zeker ook laaggeletterde, kun je dat nog aanvullen met eventueel wat visueel ondersteunend materiaal. En ik heb een verwijzing gemaakt naar een publicatie daarover. Okay. Waarbij we positieve gezondheid als tool, gesprekstool aanvoeren, maar ook aangevuld met onze eigen tools. Mooi, dankjewel. Dan geef ik nu graag het woord aan Elvira Over de Vest en Nicole van Winden voor het volgende onderdeel. Dankjewel, Anneke. Ik ga eerst even mijn scherm delen. Zo. Oké, ja. Nogmaals dank voor het woord en ook de presentatie vanuit VAROS. Ik denk dat, dat wij een mooi aanvullend verhaal hebben met ook wat voorbeelden uit de praktijk. Van valpreventie bij ouderen met een laag 6N of migratieachtergrond. Wij zullen ons eerst even voorstellen. Ik ben Elvira Over de Vest, consultant valpreventie bij Veiligheid.nl. En de afgelopen 2 jaar hebben we ons verdiept in groepen ouderen die extra kwetsbaar zijn en baat hebben bij een valpreventieaanpak op maat. Een van die groepen ouderen is ouderen met een lage 6 en of een migratieachtergrond. En in mijn presentatie zal ik meer vertellen over wat we al weten over deze doelgroep en vallen. En zoom ik ook verder in op een praktijkvoorbeeld waarbij we de valpreventieinterventie thuis onbezorgd mobiel, verkort TOM, hebben aangepast zodat deze beter aansluit bij de belevingswereld en de behoeften van deze kwetsbare groep. En dit hebben we gedaan in samenwerking met de gemeente Rotterdam, met Nicole. Nicole, wellicht kun jij jezelf eventjes voorstellen. Ja, goedemiddag allemaal. Ook namens mij danken voor de uitnodiging. En fijn dat we vanuit Rotterdam iets toe mogen voegen aan dit symposium. Mijn naam is dus Nicole van Winden en als beleidsadviseur gezondheid werk ik nu 4 jaar voor de gemeente Rotterdam. Voor een aantal thema's, maar in ieder geval altijd gezondheid. En een groot deel van het werk richt zich op thuiswonende ouderen. Ook al 4 jaar bezig met de valpreventie te organiseren voor deze groep. Maar ook bijvoorbeeld de preventie van ondervoeding. Voeding is een van de thema's die waar ik me al een paar jaar mee bezig mag houden. Heel fijn dat Rotterdam gevraagd is om een bijdrage te leveren. Want in onze stad wonen op dit moment 178 verschillende nationaliteiten. En 47% van de 55 tot 64-jarigen heeft bij ons een migratieachtergrond. Verder ook qua lage 6 hebben wij een grote groep onder onze bewoners. Dus wij hebben daar ervaring mee, maar zijn ons ook zeker bewust dat we daar in onze planvorming heel goed rekening mee moeten houden. Dus we denken er graag mee, maar eerst graag het woord aan Elvira en dan zal ik daarna iets meer over onze ervaringen vertellen. Ja. Oké. Allereerst zal ik nog eerst een klein beetje uitzoomen op de landelijke keten aanpak valpreventie. Mogelijk is het voor een aantal van jullie al een bekend verhaal, maar het lijkt me goed om eerst deze landelijke kaders nog een beetje te schetsen. Om vervolgens te laten zien in welke fases er mogelijk extra aandacht en actie vereist is voor kwetsbare doelgroepen. Zoals ouderen met een laag sociaal-economische status of een migratieachtergrond.
Nou, in het gala is afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2024 in elke regio wordt gestart met de inrichting van de ketenaanpak valpreventie in zoveel mogelijk gemeenten. Nou weten we inmiddels dat alle gemeentes hier geld voor heeft aangevraagd, middels de SPUC-gelden. In het gala staan deze doelstellingen op het thema valpreventie geformuleerd. Namelijk dat 14% een valrisico-inschatting krijgt van de ouderen en dat 3% van de ouderen een valpreventieve beweginterventie daaraan deelneemt. Deze inzet is noodzakelijk om de potentiële besparingen, onder andere binnen de zorgverzekeringswet, te kunnen realiseren. En dit is ook de minimale inzet wat vereist is om te komen tot minder druk op de zorg, waaronder spoedeisende hulpbezoeken naar aanleiding van een val. Nou ja, als je als gemeente dus die SPUC-gelden specifiek aanvraagt voor valpreventie, kun je geld aanvragen voor het opsporen van ouderen, het uitvoeren van valpreventieve beweginginterventies, het coördineren van de ketenaanpak valpreventie, overige valpreventieinterventies en aansluitende beweegactiviteiten. Dat even in de notendop wat er over valpreventie in het gala en ook in de SPUC-gelden terugkomt. En al deze doelstellingen zijn vertaald op gemeentelijk niveau. Dus doelstellingen per gemeente. Hierin vind je per gemeente het aantal ouderen die je moet opsporen en het aantal ouderen die mee moet doen aan een valpreventieve beweginginterventie. Hier een voorbeeldje van Zwolle. Dus je kan de doelstelling op korte termijn, maar ook de prognose op wat langere termijn zien op beide doelstellingen. Dus kijk daar vooral naar voor je eigen gemeente, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Maar ja, wat is er nu nodig voor effectieve valpreventie? Er is al heel veel bekend hoe je valrisico kunt verlagen. Daarnaast is het ook altijd kosteneffectief om aan valpreventie te doen. En op basis van de wetenschappen met aanvullingen uit de praktijk heeft Veiligheid.nl een whitepaper geschreven over wat werkt in valpreventie. En daarin staan drie kernelementen centraal, namelijk ouderen die bereikt worden, effectieve interventies die worden ingezet en een multidisciplinaire aanpak. En deze werkzame elementen voor effectieve valpreventie vormden de basis voor de ketenaanpak valpreventie, waar gemeentes dus mee aan de slag gaan. Dan heb ik het over deze. Deze ketenaanpak valpreventie beschrijft de route die een ouderen doorloopt in valpreventie. Het start met het opsporen van een verhoogd valrisico. Daarna wordt het mate van het valrisico bepaald. En afhankelijk van de mate van het valrisico wordt een oudere doorverwezen naar valpreventief aanbod. Deze ketenaanpak laat duidelijke samenwerking zien tussen sociaal en zorgdomein, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Dus het blauwe dat geeft het zorgdomein weer, de verantwoordelijkheden van het zorgdomein en het oranje van het gemeentelijk domein. Dit benadrukt ook het belang van een goede samenwerking tussen de domeinen, maar ook tussen de professionals binnen de verschillende fases van de keten, om de doorgeleiding soepel te laten verlopen. Ook valt of staat een goede doorgeleiding met een juiste aansluiting bij de behoeften van de doelgroep. En nu komen we een beetje tot de kern waarvoor we hier zo bij elkaar zijn. Want hoe sluit je nou goed aan bij de behoeften van de doelgroep? Nou, daarin speelt motiveren van ouderen echt een belangrijke rol. En voor ouderen met een lage sociaal-economische status en of een migratieachtergrond spelen andere motieven en weerstanden om deel te nemen aan valpreventieve activiteiten dan bij ouderen met een hoge ses. Dit is dus goed om bij stil te staan in de voorbereidende fase van deze keten, bij de invulling van deze ketenaanpak. En hier zal ik later ook nog wel wat verder op ingaan. Wat ik nog wil benoemen is dat deze ketenaanpak is verwerkt in een interactieve PDF. En inmiddels hebben we vlak voor het weekend is de toolkit online gekomen.
die bij elke fase van deze ketenaanpak de gemeentes en professionals uit de praktijk de benodigde handvatten, tips en tools aanreikt om dus invulling te geven aan de verschillende fases van deze keten. Dus dat is al een mooi resultaat en iets wat nog ook in ontwikkeling blijft. En binnen die toolkit worden ook tips gegeven voor specifieke doelgroepen die extra kwetsbaar zijn of extra aandacht vereisen. Zo wordt er in de voorbereidende fase aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. In jouw gemeente. Het is namelijk belangrijk om van tevoren niet alleen goed in kaart te brengen hoeveel ouderen er bereikt moeten worden binnen jouw gemeente. Dat kun je zien middels dat landkaartje wat ik eerder liet zien. Maar ook wat de samenstelling is van deze groep en wat er nodig is om goed aan te sluiten bij de specifieke behoeftes van deze groep. En hoe je er dus voor zorgt dat alle ouderen met een verhoogd valrisico in jouw gemeente worden bereikt. Een van deze groepen die dus extra aandacht vereist in het opzet van een valpreventieve aanpak en het bereiken van de doelgroep zijn ouderen met een lage ZES of een migratieachtergrond. Daar hebben we in samenwerking met VAROS in het kader van het Friend-project hebben daar ook een artikel over geschreven. Waarin we uiteen hebben gezet wat we momenteel vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de praktijk weten over wat werkt in valpreventie bij deze doelgroep. Neem vooral een kijkje. Ik ga daar nu globaal laten zien wat de belangrijkste kernpunten zijn. Maar lees vooral het hele artikel als je meer een verdieping daarop wil. Nicole noemde net al de cijfers van Rotterdam. Dit zijn de cijfers van Nederland. Als we dus iets meer inzoomen op de verschillende subpopulaties. Zien we dat bijna de helft van de Nederlandse 65-plussers onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. En dat zo'n kwart van de Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder laaggeletterd is. En in 2020 had 24% van de ouderen een migratieachtergrond. En dit neemt alleen maar toe naar 36% in 2050. Het is dus een grote groep die door vergrijzing alleen nog maar meer groeit. En het is belangrijk om ook deze groep te bereiken met valpreventie. En waarom dat zo is, dat laat ik nu zien. Want dit is wat we weten vanuit de wetenschap over de relatie tussen een lage sociaal-economische status, vallen en valpreventie. Het zijn wat meer overkoepelende conclusies die we kunnen trekken van een doelgroep die veel genuanceerder en complexer is dan hier staat omschreven. En het geeft in ieder geval wel een beeld van belangrijke aandacht en aanknopingspunt voor deze doelgroep. Uiteindelijk is er nog weinig bekend over een lage ZES, de relatie tussen lage ZES en vallen en specifieke valrisicofactoren. Maar wat we wel weten is dat lage ZES gerelateerd is aan een slechte gezondheidstoestand en een hogere mate van sarcopenie. Dat maakt het zeer aannemelijk dat deze groep een verhoogd valrisico heeft, ook al op jongere leeftijd. En wat we ook weten is dat deze groepen onvoldoende worden bereikt met valpreventie. En dat daardoor dus valpreventie niet effectief is voor deze doelgroep. En wat we ook weten, ook vanuit andere thema's, is dat deze doelgroep andere behoeftes heeft met betrekking tot normen, waarden, gewoontes, belevingwereld en ook opleidingsniveau. Dat zou de suggestie wekken, dit Baker opgeteld, dat je wellicht al eerder moet starten met valpreventie bij deze groep. Namelijk met 55 jaar. In potentie zouden effectieve valpreventieve interventies dezelfde resultaten kunnen boeken in het verlagen van het valrisico bij ouderen met een lage ZES of een migratieachtergrond. Deze interventies sluiten niet voldoende aan bij de belevingswereld en opleidingsniveau en zijn daardoor dus minder geschikt en effectief voor ouderen met een lage ZES. En om deze reden is het belangrijk om na te gaan of bestaande valpreventieve interventies in hun huidige vorm geschikt zijn voor de doelgroep of dat er aanpassingen gewenst zijn.
Ja, in het artikel hebben we daarom ook 7 werkzame elementen geformuleerd, gebaseerd op kennis uit de wetenschap en de praktijk. En deze werkzame elementen zijn nuttig bij het ontwikkelen van een nieuwe valpreventieve interventie of bij het aanpassen van reeds bestaande valpreventieve interventies. Omwille van de tijd zal ik niet dieper ingaan op deze 7 elementen. Daarvoor verwijs ik jullie graag door naar het artikel, waar deze verder worden toegelicht en ook verder worden ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk. Maar ik zal ze nog kort noemen. De eerste is: investeer langdurig in lokale netwerkpartners en sleutelpersonen. Zorg voor goede deskundigheid van de professional. Dus niet alleen maar op het thema valpreventie, maar ook op aandachtspunten die gelden voor de doelgroep. Bijvoorbeeld cultuursensitief werken, motivational interviewing, dat soort skills zijn ook erg belangrijk. Heb aandacht voor de persoon en kijk verder dan alleen valpreventie. Omdat er vaak meer speelt, meer problematiek is, is het belangrijk om breder te kijken. Betrek de doelgroep in alle fases van de interventieontwikkeling en of de doorvertaling. Daar laat ik straks een mooi voorbeeld van zien. Bouw een sociaal element in. Komt vaak al terug in valpreventieve interventies. Zorg voor passende communicatie en haal praktische drempels weg. Financieel, locatie, tijd, oppas voor de kleinkinderen, noem maar op. Om dit iets meer kleur te geven, wil ik jullie graag meenemen in het praktijkvoorbeeld van Tom. Een van de valpreventieve interventies die er zijn. We werken dus al een aantal jaren samen met de gemeente Rotterdam bij de implementatie van Tom. En zij merkte dat ouderen met een lage 6 of een migratieachtergrond slecht bereikt worden in de gemeente. Terwijl juist deze groep extra baat zou kunnen hebben bij deelname aan valpreventieve interventies. Dit vormde de aanleiding om Tom door te vertalen om de aanpak beter aan te laten sluiten bij de specifieke behoeftes. Nou, wat is Tom? Ik zal het eerst kort toelichten. Tom is eigenlijk een totaalpakket, een groot stappenplan aan activiteiten en ondersteuning en behelst een beweegprogramma, meestal in balans, een valpreventief beweegprogramma, persoonlijk voedingsadvies door een diëtist en gezonde lunches met andere deelnemers. Een lokale TOM-coördinator, ofwel de kartrekker, gaat aan de slag met het handboek TOM, waarin alle draaiboeken, formulieren en formats voor presentatie in te vinden zijn. En in Rotterdam zijn dit over het algemene welzijnswerkers die een kartrekkende rol op zich nemen. En zij zorgen ervoor dat het TOM-kernteam wordt gevormd, bestaande uit in elk geval een fysiotherapeut die het beweegprogramma kan aanbieden, een diëtist en een vrijwillig TOM-maatje, die echt een sociale functie heeft binnen TOM. In Rotterdam is de gemeente ook altijd nauw betrokken geweest, omdat valpreventie als belangrijk onderdeel van de welzijnsopdracht wordt opgenomen. Ik laat nu even zien hoe TOM daar dan over de tijd uitziet. Het duurt 14 weken. En is geschikt voor ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma bestaat dus uit een effectief bewezen valpreventieve bewegeninterventie, voedingsvoorlichting, maar ook individuele consulten met de diëtist. Wat echt gefocust is op voedingsadvies om zowel energieinname als eiwitinname te optimaliseren. Dat is echt met het oog op een potentieel risico op opvoeding en het verkleinen daarvan. En een andere belangrijke doelstelling van TOM is het vergroten van het aantal sociale contacten, doordat TOM echt als een groepsinterventie wordt ingezet. En hiermee zie je dat TOM eigenlijk een integrale aanpak is om aan valpreventie. Je geluid valt weg. Ja, Alvera's geluid is even weg. Anneke, jij bent... Ik heb het vermoeden dat Alvera... Ja, ze is weer terug. Ben ik er weer? Ja, de verbinding viel even weg. Ga door, Alvera. Oh, wat zuur. Waar was ik? Wat hebben jullie... Is mijn beeld nog gedeeld? Ja. Ja. Oké, mooi, mooi. Let even op de tijd, Alvera. Ik eindigde met... Wat zeg je? Even op de tijd letten. Dankjewel. Ja. Ja.
Om Tom door te vertalen voor ouderen met een lage 6, hebben we onderzoek gedaan, waarna we de materialen hebben aangepast, met nauwe betrokkenheid ook van de professionals en de einddoelgroep. We begonnen met een kwalitatief onderzoek onder de verschillende kernteamleden van Tom, die werkzaam zijn dus in gebieden waar overwegend veel inwoners laag opgeleid zijn of met een migratieachtergrond hebben. En zij kunnen dus ook veel vertellen over wat er wel en niet goed gaat bij de implementatie van Tom en wat potentiële belangrijke aanpassingen zouden kunnen zijn aan verschillende documenten binnen Tom. Nou, belangrijke bevindingen vanuit het kwalitatief onderzoek die volgens de professionals bepalend waren om de doelgroep te bereiken. Zaten met name op de werving en op de communicatie. En dus vooral in het bereiken van de doelgroep zat een grote uitdaging. En ook in de communicatie naar de doelgroep. Ook de opbouw van Tom zelf hadden wat aandachtspunten volgens de professionals. Maar dit geeft ook meteen een beetje de uitdagingen weer. Want in hoeverre is het nou mogelijk om rekening te houden met alle wensen en behoeften van de doelgroep? En hoe kun je dit invulling geven zonder aan de effectieve elementen van een valpreventieaanpak te komen? Het is bijvoorbeeld niet echt wenselijk om slechts één keer per week te trainen, want dan heeft de interventie niet de gewenste effecten op het fysieke vlak. Maar misschien is starten met één keer per week wel weer noodzakelijk om de doelgroep niet te verliezen en te laten wennen aan het idee en het gevoel om deel te nemen aan een valpreventieve bewegen interventie. Nou, uitkomsten uit het kwalitatieve onderzoek lieten vooral zien hoe complex en divers deze groep is. En dat het dus niet, het is al eerder gezegd, een one size fits all oplossing betreft. Het benadrukt dat het belangrijk is om lokaal te kijken waar de behoeftes liggen, wat de mogelijkheden zijn en wat lokaal werkt op maat dus. Het bleek dus ook best wel een uitdaging om Tom echt door te ontwikkelen voor de ouderen met een lage 6. Want hoe zorg je er nou voor dat zoveel mogelijk behoeftes en wensen bediend worden en dat zoveel mogelijk ouderen straks bereikt worden? Nou, we hebben daar wel keuzes in gemaakt. We hebben nu primair ingezet op het vergroten van de bewustzijn en de bekwaamheid van de professional om met deze groep te werken en deze groep te bereiken. En ook hebben we een vertaalslag gemaakt in de communicatiematerialen naar de ouderen zelf, die begrijpelijker, simpeler en dus ook toegankelijker zijn voor de oudere doelgroep zelf. En dat heeft geresulteerd in een addendum binnen het TOM-stappenplan implementatie van TOM bij ouderen met een laag 6. Waarin dus al die documenten zijn opgenomen, die zijn doorontwikkeld of waar filmpjes van zijn gemaakt. Hoe gaan we dan nu verder? In het najaar gaan we ook in samenwerking met de gemeente Rotterdam een onderzoek doen naar de effecten van TOM van deze aangepaste materialen. En dan gaan we kijken naar, wordt de doelgroep bereikt? Verkleint het valrisico? Is het werkbaar voor de professionals? En wordt het ook gewaardeerd door de deelnemers? Samengevat over dit praktijkvoorbeeld, Tom. Dan geef ik het woord aan Nicole. Dankjewel. Eigenlijk kan ik beamen wat zowel Elvera als Jennifer als Anneke allemaal voor goede suggesties en leerpunten hebben genoemd. Dat wij er ons zeker in Rotterdam heel druk mee bezig zijn om dat ook allemaal in de praktijk te realiseren. Hè, zoals al werd aangegeven, is dat je ook bijvoorbeeld ongelijke kan investeren. Hè, dus dat je bij de inkoop van je valpreventie ketenaanpak ook goed rekening gaat houden dat we ook echt alle ouderen gaan bereiken. En we zullen daar dus naast de stadsbrede aanpak die we hebben ook echt heel goed specifiek rekening houden met deze groepen ouderen die we op een andere manier moeten gaan bereiken. Dat we dat via andere partners doen die al veel ervaring hebben, die zelf uit die groep komen of al langere tijd met die groep samenwerken. Dan hebben deze partners wellicht geen ervaring op het gebied van valpreventie, maar zij kennen de doelgroep wel. Deels omdat ze onderdeel van die groep uitmaken of omdat zij al langer dus contact met die groepen hebben.
En dat vinden we dan ook heel, heel belangrijk, zodat we hun kunnen informeren over valpreventie, maar zij hebben de kennis en ervaring over het samenwerken met deze specifieke groepen bewoners. En we geven hun dan ook de ruimte binnen de opdrachten om de aanpakken op maat te maken. Dus bijvoorbeeld dat een groepje wat kleiner kan zijn, of dat materialen vertaald mogen worden, of bijvoorbeeld binnen Tom is, zoals Elvira liet zien, voeding belangrijk. Dus dat ook een ruimte is om de gerechten aan te passen. En dus we vragen dan deze groepen ook echt specifiek hun aanpak nog meer op de groep samen te stellen. Want wat al eerder werd gezegd, het is natuurlijk migrantenouderen is niet één groep. Het zijn heel veel verschillende ouderen met allemaal specifieke wensen, gewoontes, ervaringen. En daar moeten we zo goed mogelijk rekeningen mee houden om ook deze ouderen te bereiken. Ja, bij de inkoop van onze valpreventie gaan we daar dus rekening mee houden. Overigens hebben we naast STOM werken we met nog een ander programma. Dat heet Minder Vallen, Meer Bewegen. En die twee programma's kopen we beide in. Binnen onze ketenaanpak valpreventie. Dus bij de inkoop houden we daar rekening mee. Maar we blijven ook onderzoek doen. Ja, want ja, we weten al heel veel over deze groepen ouderen. Maar ja, we kunnen er nog veel meer op leren. En dat zullen we ook gedurende de komende periode blijven doen. Om echt te kijken van ja, bereiken we deze ouderen nou ook? En wat is het effect van wat we doen? Wat kan er nog weer beter? En ook dat we dat allemaal goed monitoren. En wat we heel belangrijk vinden is dus dat we voortborduren op het bestaande netwerken die we hebben en op bestaande structuren. Dus dat we daar niet te veel nieuwe partijen aan toevoegen of nieuwe poppetjes noemen we dat maar. Maar dat we heel erg kijken van ja, wie is al in een gebied actief? Wie werkt al met ouderen? Wie heeft al een opdracht richting ouderen? Bijvoorbeeld op het gebied van dementie of bewegen. Dus dat we kijken naar bestaande partners waar we al afspraken mee hebben of die al samen onderling werken en proberen we daar het thema valpreventie aan toe te voegen. Want het gaat inderdaad over een brede aanpak. Alleen over valpreventie praten, dat slaat niet aan. Zowel niet bij de bewoners als bij de professionals, maar dat het onderdeel moet zijn van vitaal oud worden. En op die manier kijken we dus van hey, welke partijen in de stad richten zich daar al op en kunnen we hen vragen het thema valpreventie daarbij op te nemen. Dus dat je echt in de bestaande netwerken en in de bestaande structuren dit nieuwe thema verder invlecht. En dat doen we dus onder andere met onze welzijnspartijen. We hebben per gebied, andere steden heet dat stadsdelen, hebben we een welzijnsopdracht lopen voor 6 tot 10 jaar. Daar zat al valpreventie in en dat zal sterk worden uitgebreid. Maar met die welzijnspartij, die kent zijn wijk en zijn bewoners ook goed. Dus die vragen we dit thema verder mee op te gaan. We vragen dus ook samen te werken met bestaande partners. Maar we willen daar dus wel specifieke partijen of gemeenschappen aan toevoegen. Om deze wat moeilijker te bereiken groepen ook voor dit belangrijke thema enthousiast te maken. Hun uit te nodigen, deel te nemen en hen een passend aanbod te geven. En wat we ons realiseren dat voor deze groep wellicht nog moeilijker is, is ook het bewegen na valpreventie. En we weten dat het heel belangrijk is dat na de interventie, welke interventie je ook doet, het heel belangrijk is dat deelnemers blijven bewegen. Dat is eigenlijk voor heel veel ouderen al een goed aandachtspunt. Maar we zien dat het voor deze groep nog moeilijker is om dat te realiseren. En ook daar hebben we dus op vanaf het begin dat we de groepen starten, aandacht voor van oké, waar zou deze groep na afloop naartoe kunnen? Welk beweegaanbod kunnen we hun aanbieden? Zodat we alles wat er geleerd wordt qua vaardigheden en conditie, dat onderhouden gaat worden na afloop van het programma. En dat doen we dan bijvoorbeeld met het programma Sociaal Vitale in Kleur. Ik kijk heel even naar de tijd, want volgens mij gaan we daar heel lang overheen. Dus ik denk dat ik het hier bij laat, want ik kan er heel veel over vertellen, maar ik stop er hier even bij. Nou, sowieso een heel interessant verhaal en een heel interessante toelichting ook Nicole en Elvira van jullie beiden. Super bedankt. Ik vind het ook mooi dat je ook juist dat koppelt aan die investeringen, dat jij die sturing ook vanuit gemeentelijk beleidskaders meegeeft
op dat je ruimte krijgt om het op maat beschikbaar te maken en goed aan te laten sluiten op de context. Mooi. Heel goed. En ik kan me ook voorstellen dat er kwam een begin een vraag over combinatiefunctionaris, dat deze personen ook in deze aanpak in Rotterdam een centrale rol spelen. Ja, klopt. Maar dan bij ons is het op dit moment vooral gericht op de doorgeleiding na afloop van de twee interventies naar structureel beweegaanbod. Ja, precies. Dus dat gaat over het realiseren van voldoende laagdrempelig beweegaanbod, dat er voor alle bewoners is. Hè, dus goed verspreid over de stad, maar ook in variatie. Hè, dus dat organiseren daarvan, maar ook dat toeleiden daar naartoe. Ja. Daar zien we een grote rol voor deze functionaris weggelegd. Mooi. Nou, dankjewel Nicole. Karima, kom ik weer even bij jou terug. Ik geloof dat er ook een toelichting kwam vanuit de persoon en nog een vraag. Ja. We hebben misschien de toelichting heel kort en één vraag. Heel kort, ja. Ik vond, we hebben een commentaar gekregen van Marianne Vonveel. Ik heb haar gevraagd of zij even kort wil, haar commentaar even kort wil toelichten. Want het was wel een interessante opmerking. Marianne, mag ik jou het woord geven? Ja. Ben ik zo hoorbaar? Ja, zeker. Ben ik te horen? Kunnen jullie mij horen? Ja, we kunnen jou prima horen, Marianne. Ga je gang. Oké. Goed. Ik ben praktijkhouder geweest van Beter Thuistherapie in Os. Die praktijk heb ik opgericht om juist in de thuissituatie mensen te oefenen en daarbij ook mantelzorg te betrekken. Nou, die praktijk ben ik in 2001 begonnen. Heb ik ruim 20 jaar gedaan. En de praktijk inmiddels overgedragen, maar ik werk nog als ZZP'er in de eigen praktijk nog. Daarnaast ben ik vanaf 2014 oprichter geweest van het digitaal platform samenbeterthuis.nl. Eigenlijk met het idee van de kennis die we hebben voor kwetsbare ouderen. Hè, om de situatie thuis veilig te houden qua bewegen, qua verzorgen. Hè, van hoe kunnen we die nou met elkaar delen? Want dan reed ik als therapeut van de een naar de ander. En dan zag ik bij de een een hele goede tip voor de ander. En dat was eigenlijk de aanleiding met heel veel partijen. Onder andere Veiligheid NL, VWS. Iedereen heeft om de tafel gezeten om een digitaal platform te gaan inrichten met video-instructies voor mantelzorg en zelfzorg. Voor het onderhouden of verbeteren van zelfredzaamheid. Omdat video-instructies er eigenlijk niet waren voor de informele zorg. Die zijn er vaak wel voor zorgprofessionals, maar niet voor de formele zorg. Voor de informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers. En toen hebben we ook met Veiligheid NL video-instructies gemaakt over valpreventie. En die hebben we zelf bijvoorbeeld ook ingezet in bijvoorbeeld als je dan een verhaal hield in een wijk of in een buurt. En dan kon je de video-instructies laten zien of verwijzen naar die video-instructies. Maar inmiddels zijn het iets van 200 video-instructies die eigenlijk allemaal gaan ook over verplaatsen, hulpmiddelen, hoe gebruik je die veilig. En dat mis ik eigenlijk een beetje. Ik heb me toevallig vorige week een beetje ingelezen in het hele verhaal vanuit Gala en de ISA en de SPUC. Van het vooral nu gericht wordt op de groep vitale ouderen, 65 tot 75. En vanuit onze praktijkervaring is juist die hele kwetsbare groep 85 plus, die eigenlijk nergens meer naartoe kan, ook vaak heel erg gebaat bij adviezen op maat aan de ouderen zelf. Soms zijn die nog wel digitaal vaardig, maar ook bijvoorbeeld aan hun kinderen of mantelzorgers. En als je zo die informatie kunt delen digitaal, bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeldje, hoe loop je veilig met een rollator? Of hoe zet ik een pakpaal in? Of hoe loop ik met elleboogkrukken de trap op en af? Dan kan je ook heel veel informatie heel laagdrempelig delen. He, mensen hoeven er niet ergens voor naartoe. He, ze kunnen in een luie stoel gaan zitten en die kennis vergaren. En dat mis ik een klein beetje in dit hele verhaal nu. He, die digitale kennisdeling, natuurlijk is er inderdaad een hele grote groep ongeletterd en niet digitaal vaardig. Maar die hebben vaak ook weer mantelzorgers die het wel zijn. En ik zou dat jammer vinden als dat deel niet werd belicht. Dus ja, ik werk nu samen met... Ja, sorry.
Nee, heel mooi dat je dit met ons deelt. We zullen zeker ook, je hebt een link geplaatst naar dat materiaal, hè? Dus ook naar waar die video's te vinden zijn, toch? Ja, en ik ben al bezig met de gemeente Os, met een andere partij, Lange Thuis in Huis. Die hebben dus een wekelijkse nieuwsbrief over vitaal ouder blijven. Om te kijken of we niet een soort samenwerking kunnen aangaan en een aanbod creëren voor gemeenten. Waarin we de content van beide platforms gaan samenvoegen. Maar ook dat deel valpreventie kunnen toevoegen als module, hè, dat je toegeleid naar bijvoorbeeld die drie vragen, hè, om in kaart te brengen van hoe groot is het valrisico en dat dan regionaal verder zetten. Mooi. Ja, mooie toevoeging. Ja, mooie toevoeging. Ik heb nog één vraag, Anneke. Hebben we daar nog tijd voor? Nou, eigenlijk bijna niet hè? Nee. Zullen we dan laten we kijken? Even... Ja, straks. Ja, voor het einde hebben we nog ruimte voor het vraaggesprek als het goed is. Ja. Of na het vraaggesprek. Zou dus even parkeren, Monique. Ja. Oké. Want er zijn namelijk ook twee andere sprekers die we vandaag ook willen bevragen op hun ervaringen, op hun kennis. En dat zijn, ik zal even het venster opnieuw delen. Dat zijn namelijk Nancy Alberts van de GGD Gelderland-Zuid, ook werkzaam in opdracht van de gemeente Nijmegen. En Hogeschool Utrecht, Saskia Tevelde. Ik wil vragen aan jullie of jullie digitaal naar voren willen komen. En misschien al eerst vraag aan beide is om jezelf kort voor te stellen en toe te lichten wat je doet. Zoal. Nancy, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, dat is goed. Mijn naam is Nancy Alberts. Ik werk sinds 2010 bij GGD Gelderland Zuid. En we zijn ook sinds 2010 actief met een integrale aanpak valpreventie. Dat voeren we lokaal uit. We hebben in elke gemeente een gezondheidsmakelaar die daar ondersteunt. We hebben dus in verschillende gemeentes en ook in verschillende stadsdelen van de stad Nijmegen werkgroepen valpreventie. En daarbij ligt bij ons de focus op het collectieve deel. En naar ons idee kan de ketenaanpak, zoals die nu is voorgesteld vanuit Gala, daar heel mooi in passen. Maar wij denken dat we meer impact kunnen bereiken als we dat breder aanvliegen. Ja, mooi. Daar ga jij straks nog meer over vertellen, Nancy. Ja. Saskia. Ja, dankjewel voor de uitnodiging het eerste nog. Saskia Tvelde, ik werk bij de Hogeschool Utrecht en ben projectleider van het FRIEND-project. Dat is een studie naar de implementatie van valpreventie. Dat doen we natuurlijk niet alleen. FRIEND is hier al een paar keer gevallen. Zowel VAROS als Veiligheid.nl zijn in ieder geval partners in het project. En niet te vergeten werken we vooral samen met partners in de wijk. Het FRIEND-project speelt zich namelijk af in vier verschillende wijken, waaronder Ogenal en Leidse Rijn in Utrecht, het dorp Woudenberg in de provincie Utrecht en de wijk in Amersfoort, Schothorst. Nou ja, jullie kennen ze misschien niet allemaal, maar het zijn hele diverse wijken. Dus heel verschillend, dus daar worden ook hele verschillende ervaringen op gedaan met zowel de professionals als de deelnemers, de beoogde deelnemers, laat het zo zeggen. Ja. Dus daar zullen we het zo meteen over hebben. Ja, dankjewel Saskia. Ja, en ik heb jullie hier bij elkaar gevraagd om in gesprek te gaan over werkzame elementen voor inclusieve valpreventie aanpakken. En zoals Jennifer ook in haar verhaal begon, mijn collega, in haar presentatie, begon zij met de leefwereld van de ouderen. En Saskia, jullie hebben daar ook onderzoek naar gedaan binnen FRIEND. Wat leeft er onder ouderen? Wat zijn jullie zoal tegengekomen vanuit het FRIEND-onderzoek, vanuit die verschillende wijken? Wat mensen aangeven, waar dilemma's liggen, waar belemmeringen liggen. Zou je daar iets op kunnen toelichten, Saskia? Ja, dat kan zeker. Ik zal gelijk de disclaimer geven dat we de studie gestart zijn in januari 2020 en in maart gelijk met corona zaten. Maar we hebben ondanks alles ons best gedaan om de doelgroep te spreken en hun te vragen naar wat bij hun aansloot op wat ze een prettige manier vonden om benaderd te worden, waarom ze wel of niet aangesproken voelden als het over valpreventie ging. Dus we hebben zowel gegevens opgehaald direct bij de doelgroep als ook indirect via professionals, want die spreken deze mensen heel vaak, dus die hebben ook daar ideeën over. En we hebben natuurlijk gegevens ook gebruikt vanuit de literatuur. En vervolgens hebben we daar al een soort van oplossingen, strategieën noemen we dat, voor bedacht. En dat juist weer voorgelegd aan de doelgroep van hoe ze daar dan tegenaan keken. En daar kwam wel een top
uit, zal ik maar zeggen, aan voorkeur wat ze belangrijk vonden. En dat is hier volgens mij ook al een paar keer genoemd. Hè? Wat we dan reframing noemen. Hè? Dus dat gaat vooral ook over de positieve benadering. Hè? Dus de termen als vallen en oud en gevaar enzovoorts vermijden. Maar juist de positieve kant van gezond ouder worden, vitaal ouder worden benoemen. En daar sluit eigenlijk heel erg dichtbij aan dat ze het prettig vinden om vooral ook de voordelen te benoemen. Hè? Dus de voordelen is hè, dat je dus langer zelfstandig thuis kan wonen. Dat je nog meer kleinkinderen op pad kan. Allemaal dat soort dingen. He, maar aan de andere kant geven ze ook hele praktische dingen aan he, die ze prettig vinden. Ze willen graag dat het bij hun in de buurt is, dat het toegankelijk is, een bereikbare locatie. He, dus dat er niet nog van alles geregeld moet worden waar ze naartoe moeten. Nou, de sociale omgeving vinden ze belangrijk. He, dat kwam volgens mij net ook al een paar keer terug. He, dat de sociale omgeving hun ook zou moeten stimuleren, maar dat het ook een sociaal element moet bevatten. En dat het heel erg op maat moet zijn. En dat is denk ik wat je ook bedoelt moet aansluiten bij de leefwereld. He. Dus het moet aansluiten ook bij de behoeften van de mensen zelf. Wat past in hun dagelijks ritme? Waar hebben ze wel of geen behoefte aan? Dus dat zijn de dingen die bij ons terugkwamen. Oké, dankjewel Saskia. Nancy, jij gaf ook aan dat je er vanuit een pilot-tool je ook nog wat aanvullingen op hebt. Ja, want ik herken heel erg wat Saskia vertelt. Heel erg, dit klopt vanuit onze ervaring. Want we zijn natuurlijk al heel lang actief. Dus we hebben ook al heel veel hobbels overwonnen. Alles wat je zegt, Saskia, dat herken ik. En we hebben pas geleden nog in Rivierenland, dus niet per se in Tiel, maar in twee gemeentes in de regio Rivierenland, een pilot gedaan. Al een beetje vooruitlopend op de keten aanpak, waarbij een huisarts 100 ouderen had aangeschreven. Wij dachten, hè, dat witte jas effect als de huisarts uitnodigt, van je kunt je laten screenen op valrisico. En van de 100 mensen die hij had uitgenodigd, waren maar 6 mensen bereid om dat te doen. Dus we zagen ook heel erg van ja, als je het puur en alleen over het vallen hebt, dan zijn mensen heel weinig gemotiveerd. En mensen die komen, dat noemen wij dan vanuit de GGD een beetje laaghangende fruit, daar zijn we eigenlijk niet voor besteld. Hè? Dus de GGD wil echt bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dus wij willen ons juist richten op de mensen die het hardst nodig hebben. Dus als we al een groep zouden vol krijgen met ouderen, dan is dat eigenlijk niet die groep waar we het nu over hebben. Nee, precies. En daar zijn jullie natuurlijk al een hele tijd mee bezig, hè? Ja. Kun je daar misschien iets of meer vertellen over welke strategie jullie toepassen in die tijd die jullie nu al actief zijn op die integrale aanpak en die inclusiviteit? Ja, tuurlijk. Wat voor ons heel goed werkt is, zoals net ook vanuit Rotterdam werd aangegeven, is aansluiten bij groepen die er al zijn. En dat betekent eigenlijk dat we heel intensief samenwerken met verschillende organisaties. Dus je moet je voorstellen, we hebben alle activiteitenbegeleiders van de dagbesteding in Nijmegen een scholing aangeboden. Dat waren 24, allemaal vrouwen, allemaal dames. Die zijn dus, hun baan is dagbesteding. Ze zijn elke dag in contact met senioren. En zij hebben bij ons een training gevolgd, zodat zij zelf ook valpreventieoefeningen tijdens de dagbesteding kunnen aanbieden. En dan hebben we het natuurlijk niet over een effectieve interventie als vallen verleden tijd. Daar zijn ze niet voor geschoold. Maar ja, naast de dingen die je altijd al deed bij de dagbesteding, zoals samen de krant lezen of een lied zingen of iets met natuur of muziek, is er nu dus ook de mogelijkheid om oefeningen te doen. En dan specifiek oefeningen waarvan we weten dat die goed zijn in het kader van vallen, zonder dat we per se dat woord valpreventie daarbij noemen. Maar we hebben ook afgesproken met een welzijnsorganisatie. Die hebben een aantal migrantengroepen lopen. Eentje daarvan heet Deel de Tuin. Dat zit hier in Nijmegen in de Ooiepolder. Dat is een moestuin. En daar is afgesproken in de zomerperiode gaan zij om de week naar de moestuin. Om elkaar te ontmoeten, de tuin te beheren, te kletsen. En gaat het ook over gezonde voeding. Maar in de winter gaan ze de zaal in. En dan gaan ze 1 keer per maand. En dan zorgen we ook dat de dingen die ze in de gymzaal doen, dat valpreventieoefeningen zijn. En dan is daar bijvoorbeeld de buurtsportcoach bij betrokken. Dus dat de constructies of de slimme strategieën, dat lukt ons alleen maar als andere organisaties ook bereid zijn om in te stappen, om mee te doen. Ja. En een laatste is, dat kostte eigenlijk heel weinig energie. We hebben een trainer-trainer constructie bedacht, waarin we iedereen die zich herkent in de omschrijving begeleider van ouderen. Ik ben een begeleider van ouderen.
Die konden bij ons een workshop volgen om valpreventieoefeningen over te dragen aan hun eigen groepje. En wat leuk was om te zien dat er niet alleen maar begeleiders komen van sport- en beweegclubjes, maar dat er ook mensen komen van een ontmoetgroep bijvoorbeeld. Of een vrijwilliger. Dat kan walking rugby zijn, het kan tai chi zijn, maar het kan ook een ander groepje zijn dat, en de begeleider niet per se een achtergrond in bewegen heeft, maar wel gemotiveerd is om dit verder te brengen. Dus dat is dan een heel makkelijke manier eigenlijk om een soort sneeuwbaleffect te krijgen. Maar dan gaat het weer niet over de omschreven effectieve interventies. Nee, maar kan me voorstellen. Ja, die bieden je daarnaast aan. Hè? Ja, wij bieden ook gewoon in balans aan Otago of alle verleden tijd. Ja. Die zitten gewoon in het totale integrale aanpak, zit dat er ook bij. Maar we willen ook voor die andere groep natuurlijk van betekenissen. Ja, en zoals Alveer het ook zei, soms heb je ook andere stappen nodig om te ervaren, wat biedt het aan winst op voor de mensen zelf. Ja. En is het ook belangrijk dat ze eerst een vertrouwensband krijgen met bijvoorbeeld een buurtsportcoach of een activiteitsbegeleider en zien, dit en ervaren dit soort oefeningen, die doen me goed. Ja. Of daar hoef je inderdaad helemaal geen trainingspak voor aan te trekken. En dan is het veel makkelijker om hen door te geleiden of te motiveren. Ook omdat bijvoorbeeld dan een buurtsportcoach ziet van, ik zie je wel wat kwetsbaarder worden of wat minder mobiel. Om hen dan door te geleiden naar zo'n veld, dat is dan makkelijker. Ja, precies. En je gaf ook aan in het vorige gesprek dat we hadden dat jullie ook aansluiten bij sleutelpersonen. Zijn dat dan die begeleider van beweegsel, dan dat die sleutelpersoon of gaat dat ook nog over andere sleutelpersonen? Gaat ook nog over andere. We hebben bijvoorbeeld een keer, dan moet ik het echt hebben, dus van een coördinator bij onze welzijnsorganisatie die veel contact heeft met migrantengroepen. Zij is dan voor mij de sleutelpersoon. Hè? Dus dat is eigenlijk een collega van een andere organisatie. Zij had dan allemaal de informele leiders uitgenodigd. Bijvoorbeeld één leidster van een Chinese groep die elke woensdagochtend bij elkaar komt. Één begeleidster van een Marokkaanse groep die elke donderdag met elkaar treffen. En die hebben we dan een hele dag getraind. Niet alleen oefeningen doen, niet alleen beweegoefeningen, maar eigenlijk meer het bredere palet van waar moet je op letten als het om ouder worden gaat en bewegen en vallen. Dus breder van wat ook in je huis kijken, wat voor oefeningen zijn goed om te doen. Dit kunnen jullie, als je elkaar treft met je Chinese vrouwengroepje, zou je deze oefeningen kunnen doen. Dus het overdragen echt van die energie en ook het eigenaarschap naar die sleutelfiguur. Ja, mooi. Dankjewel Nancy. Saskia, heb jij hier nog aanvullingen in vanuit jullie onderzoek? Nou, ik vind het heel mooi om te horen wat Nancy zo allemaal voor elkaar krijgt daar in Gelderland. Hier horen we natuurlijk ook wel van wat kan je nog meer doen dan de drie bestaande erkende interventies. In Utrecht is sowieso hebben ze een ander programma ook, vallen voorkomen. Waar ze op allerlei elementen die belangrijk zijn voor valpreventie aanbod hebben. Los daarvan horen wij van onze partners in de wijken ook dat ze zelf creatief zijn. Dus ook wel aanpassingen doen in de bestaande interventies. Dus daar is ook echt wel een zoektocht naar. En Elvira noemde dat natuurlijk ook wel. Daar moeten we echt meer over leren van wat kan je wel en wat kan je niet doen. Want wij horen nu heel veel in de wijk en we begrijpen ze heel goed. Want je wil het zo maken dat mensen ook komen. Want als ze niet komen, dan heb je sowieso geen effect. Maar hoe ga je dat nou doen? Dus het is heel mooi om daar ook over uit te wisselen. Van hoe krijg je mensen wel zover? En misschien is er eerst een tussenstapje nodig. Maar heb je eerst andere activiteiten nodig, zoals voor activiteiten die Nancy ook noemde, voordat je mensen kan motiveren om daadwerkelijk zo'n valpreventief beweegprogramma te doen. Dus we blijven dat ook goed monitoren, denk ik ook. Dat is precies wat we natuurlijk willen doen en waar we het ook graag voor aangevraagd hebben om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat het hele relevante praktische kennis is die we echt nodig hebben. Van wat werkt nou in de echte wereld en waar komen mensen wel en niet naartoe? Ja, mooi. Dankjewel voor je aanvulling, Saskia. Nancy, jij zit natuurlijk ook deels in de gemeente Nijmegen. Ben je actief? Dus de gemeente Nijmegen zelf. Wat zou jij andere gemeenten mee willen geven als het gaat om het bouwen aan een inclusieve en integrale aanpak voor valpreventie? Ik denk dat het bij ons echt goed ging lopen toen er een overkoepelende opdracht werd verstrekt vanuit de gemeente. Er is een gezondheidsnota in de gemeente Nijmegen. In die gezondheidsnota staat een beleidsspoor gezond ouder worden. En dat is
De uitvoering van het beleidsspoor is gedelegeerd aan een aantal organisaties in de stad. En wij hebben ons samen dus verbonden aan gezond ouder worden. En we hebben samen een prioritering aangegeven. Dus gewoon door stemmen en waarde geven. En daar kwam valpreventie als tweede speerpunt uit. En dat betekent eigenlijk dat heel veel verschillende organisaties dus in dat bootje willen springen. En samen gaan we dan voor. Dus dat is een thuiszorgorganisatie, de huisartsenvereniging, de buurtsportcoaches van het stadsbreed. Dus hun manager zit ook in de stuurgroep. Het opbouwwerk, het welzijnswerk, de GGD. En dan maakt het voor mij, dan zit ik dus in een bedding. En kan ik heel makkelijk eigenlijk, als ik dan bij welzijn of bij thuiszorg aanklop, van goh, wat kunnen we doen in deze wijk of in dit stadsdeel van de valpreventie, dat zij ook echt uren kunnen maken. Dus het heeft wel te maken, denk ik, met een opdrachtgeverschap daarboven. En verbindingen die we leggen, van ja, je hoeft niet per se SEC bezig te zijn met vallen verleden tijd, maar je bent in een wijk of in een stadsdeel, zit je met een aantal professionals regelmatig om tafel, waarbij valpreventie op de agenda staat en we natuurlijk samen aan de slag mee willen gaan. Maar het kan ook diabetes challenge zijn of iets anders. Ja, ja. Ja, dus dat is een mooi soort voorwaarde, denk ik. Ja. Ja. Geeft een heel concreet vorm aan waar ik ook mee begon in mijn presentatie over dat integrale, hè, doe het in samenhang en waar Nicole ook nog een keer op naar refereerde. Mooi, dankjewel. Ja. Saskia, heb jij een verdere aanvulling? Ik zie namelijk ook een aantal vragen uit het publiek. Dus ja, zag ik ook binnenkomen. Maar wat net heel erg gezegd is dat samenwerken heel belangrijk is. Hè, en interprofessionele samenwerking was ook een van de thema's, of is een van de thema's binnen het Friend-project waar we onderzoek naar gedaan hebben, omdat we weten dat het gewoon belangrijk is. Hè. Er zijn hele verschillende factoren die belangrijk zijn voor valpreventie en dus heb je te maken met verschillende soorten professionals. En daar is het ook belangrijk dat ze elkaars taal leren spreken, dat ze weten wat ieder zijn kennis en expertise is, zodat ze ook naar elkaar kunnen verwijzen. En daar hebben we geprobeerd op in te zetten. Hè? Dus die interprofessionele vaardigheden en kennis van elkaars expertise zijn ontzettend belangrijk om die hele samenwerking goed vorm te geven. Ja, mooie toevoeging, dank je wel, Saskia. Zeker belangrijk om ook op te investeren. Vanuit ook je rol vanuit de gemeente. Daarop ja, en ook zeg maar iets wat we vanuit de hogeschool belangrijk vinden. Hè, dat dit zien we echt komen. Dit is belangrijk in de toekomst. Niet alleen op valpreventie, maar ook op andere thema's. En dat we dat ook in de opleidingen proberen mee te nemen. Je ziet steeds meer ook minoren die interprofessioneel zijn. Dus we proberen niet alleen in het hier en nu zeg maar dingen te verbeteren, maar ook kijken hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Ja. Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken. Ik wil nu Karima vragen of er ook vragen voor jullie zijn. Doen we dat als eerste. En dan hebben we nog zeker ook de andere vraag die uit de andere presentatie naar voren kwam. Karima, kan ik jou het woord geven? Ja, dank Anneke. We hebben één vraag en één opmerking. Ten aanzien van het verhaal van Nancy hebben we een vraag over wie die training, je noemde een aantal trainingen voor het train-de-trainer idee. Wie bezorgde dan die trainingen? Had het mensen die in de dagbesteding de begeleiders zijn, daarvoor heb je een training gedaan. Is dat vanuit de GGD of vanuit een andere partij gedaan? Wij zitten heel kort bij het vuur. Wij hebben de ontwikkelaar van Zeker Bewegen. Dat was voorheen Fit Veilig Valbreken. De valtraining die vanuit de judobond is ontwikkeld. En de maker daarvan, die zit in Nijmegen. Die heeft hier een judoschool. Die heeft een deel verzorgd. Dus die is heel vaardig in het overbrengen van oefeningen. Zodat anderen dat ook weer kunnen verder brengen. Al die activiteitenbegeleiders van de dagbesteding. Dat heeft een fysiotherapeut samen met een buurtsportcoach gedaan. Die hebben dat voorbereid. Maar dat komt, ik moet er wel bij zeggen, omdat we al sinds 2010 bezig zijn, hebben we natuurlijk al een soort blikje met heel veel mensen die hier al ervaring mee hebben. Dus ik weet niet of een willekeurige buurtsportcoach of sportdocent dat zou kunnen doen. Maar wij hadden deze mensen al sinds 2010, doen ze dit soort dingen vaker. Dus dat scheelt, ja. En we hadden nog een opmerking van Brechtje van Laarhoven. Wil je misschien zelf dat even toelichten, Brechtje? Ja, dat wil ik wel. Mijn opmerking inderdaad over Smartfloor. Ik ben van de gemeente Eindhoven. En wij willen inderdaad gaan werken juist met die Smartfloor. Wat een mobiele mat is eigenlijk. Die overal geplaatst kan worden.
En waar je in ieder geval een eerste valrisico-inschatting mee kunt maken. Dus met een lage, matig of een hoog valrisicoprofiel. En ons idee is om dat juist in te zetten op locaties waar al veel ouderen komen. Zodat je ze eigenlijk enerzijds kunt opsporen, maar ook de bewustwording kunt maken. Dan denken wij inderdaad aan dagbestedingslocaties. Hè. We hebben ook basisdagbesteding, buurthuizen. Maar ook bijvoorbeeld de moskee. En als wij de leider bij de moskee al mee hebben en die zegt, nou, wij hebben hier twee vrijwilligers die dit een keer mee willen organiseren. Denken wij dat we daar in ieder geval al een groep mee bereiken. Mm-hmm. Doel is ook dat we daarmee meteen de koppeling maken naar een fysiotherapeut die daarbij aanwezig is om een afspraak te maken op de screening vervolgens. Mm. Dus eigenlijk op die manier proberen om ook heel veel mensen die bewustwording en te bereiken. Mm-hmm. Voor de doelgroepen die soms toch lastiger puur op die valpreventie. Maar als wij het naar hen toe brengen, dat ze het dan... Ja, dat meekrijgen. Ja, dat klinkt al heel goed. En dat je daar ook op die manier invulling aan het geven bent. Aan het nabijbrengen van bewustwording en over valrisico's. En Nancy zegt het al in de chat. We zijn inderdaad benieuwd naar de resultaten van jullie project in Eindhoven. Dus het is heel leuk als je daar nog terzijde tijd wat over wilt terugkoppelen. Dat houden we in de gaten, ja. Dankjewel. Ja, dat doen we. Karima, die vraag die jij nog eerder op wilde brengen. Misschien kunnen we dat als laatste behandelen voordat we af gaan sluiten met het webinar. Even kijken, dat was even denken. Over in Rotterdam ook een andere term is voor valpreventie. Zodat het, we hebben het al eerder over gehad dat die term valpreventie afschrikt. Is er in Rotterdam is er ook andere terminologie gebezigd? En de chat is al gereageerd vanuit gemeente Gorkum. Die zeggen, we hebben het programma met vallen en opstaan genoemd. En dat wordt hier heel goed ontvangen. Ja, dat is lastig inderdaad om een ander goed begrip te gebruiken inderdaad. Tom heet ook niet voor niks Tom van Thuis Onbezorgd Mobiel. Er zit geen vallen in. Aan de andere kant denken mensen bij Tom dat er een man komt. Wanneer komt Tom? Ja. Hebben we gewoon letterlijk gehoord. Dus dat is ook niet ideaal gekozen. Ja, nee. Wij zijn daar wel mee bezig met, met andere begrippen te onderzoeken. Van ja, wat spreekt aan? Overigens vind ik het wel, heb ik al een paar keer gedacht. We hebben uit een van mijn gesprekken van mijn contactpatiënt bij waarmee wij een aantal groepen, valpreventiegroepen voor specifieke migrantenouderen doen, vroeg ik dat ook, hè, van dat begrip vallen, moet je dat nou wel of niet noemen? En die zei ook, ja, maar soms moet je het wel noemen, want mensen zijn gewoon bang om te vallen. En ze willen wat doen om dat vallen te voorkomen. Dus zij gaf juist weer aan van, ja, maar wees nou niet te spastisch om dat begrip niet te willen noemen. Je kan het ook omschrijven, je moet het ook andere elementen brengen. Maar mensen zijn ook bang om te vallen, dus benoem dat je daar wat voor wil bieden. Dus ik dacht, hé, dat is ook weer grappig, hè? Want zo hebben we geleerd, we moeten het begrip niet noemen en dan hoor je toch maar weer wel noemen. Dus, ja. Maar blijft goed fine-tunen. Ja. Maat gemaakt, juist. Ja. Hartelijk bedankt Karima en jullie allen ook voor de input. Ik zie dat er nog veel meer zaken in de chat worden gedeeld. Ik zie Esther Witte ook heel veel dingen delen. Dat er ook trainingen in Limburg en Friesland ook het een en ander komen. We zijn toe aan een afronding. En wat wij in ieder geval gaan doen, wat jullie van ons kunnen verwachten, is dat wij de meest relevante zaken uit de chat vissen en met jullie delen in een nazorgmail. Evenals de opnames en de presentaties, er werd ook al naar gevraagd in de chat. Dat gaan wij sowieso doen. Dus alle mensen die zich hebben opgegeven voor dit webinar krijgen dat. Ook de mooie suggesties en de links in de chat. Wat we vervolgens ook willen doen, is suggesties voor inclusieve valpreventie aanpakken. We hebben al in voorbereiding hierop heel veel voorbeelden, inspiraties. Ook wat jullie in het gesprek vandaag gehoord hebben van de verschillende gebieden. Hebben we extra informatie voor jullie klaargezet. En dat hebben we bij elkaar gevoegd. En dat gaan we ook met jullie delen. Het is een document vol met suggesties. Misschien kunnen we daar ook zaken uit de chat aan toevoegen. Nog op laatste moment. Hou onze SPUC-pagina ook in de gaten. En lees het artikel ook nog een keertje terug. Waar zowel Jennifer als Elvera naar refereerden. En vervolgens ook een kijk te nemen op hun toolkit. Heel veel informatie voor jullie. Ik hoop dat jullie...
het aan jullie verwachting heeft voldaan, dit webinar. En wat ik als laatste wil vragen, voordat je in de laatste minuut dit webinar verlaat, om nog in de chat een aantal tips en tops te delen, als je dat wilt, als je daar behoefte aan hebt, zodat wij onze servers en onze webinars kunnen verbeteren. En je mag ook benoemen wat je er top aan vond. Op die manier hopen wij dan ook weer dingen te kunnen verbeteren. Dat gezegd hebbende, wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor een deelname aan dit webinar. En heel veel succes op verschillende manieren in de eigen gemeente, in de eigen regio, om die goede aansluiting te zoeken voor een inclusieve valpreventie aanpak. Tot ziens en nog een fijne middag.